Bloemendaal noteerde klinkende cijfers in de eerste seizoenshelft. Won 10 van zijn 12 duels en staat daarmee dik verdiend op die eerste plek. Het begin van de tweede seizoenshelft. De start is ook goed voor Bloemendaal. Na 4 minuten Thierry Brinkman op aangeven van Florian Fuchs. Hij stopt na dit seizoen als tophockeyer. Maakt Brinkman hier de openingstreffer tegen Pinoquet. Pinoquet een geduchte tegenstander. Staat vijfde, is in de achtervolging. Want wat willen ze graag de play-offs halen, die steekneuzen. Ze hebben het wel zwaar tegen Bloemendaal, want het krijgt hier een strafbal. Nog steeds in die eerste helft de overtreding op Kroon. Aan deze gekraakte corner blijft die bal hangen. Is daar het setje op Kroon en de bal op de stip. Daar meldt Tim Swaan zich voor, maar prachtig gepakt door Heer de Brink. Ja, die wordt daar bejubeld door zijn defensie en logisch schitterende save van die grote doelman onder de lat bij Pinoquet. Na rust, Pinoquet met een strafcorner. Geen Hendricks, maar wel de Vilder. En die kan ook slepen, dat laat hij hier zien. Prachtige sleep. 17 minuten voor tijd. Morris de Vilder, die slaat prachtig binnen achter Maurits Visser. Bloemendaal is dan even van slag, want vlak daarna Hendricks met de scoop. En let u op, Dokier neemt aan en dan bam, in de verre hoek gebeukt. Sebastian Dokier, hij doet het op aangeven van zijn landgenoot Hendricks. Wat is hij prachtig, deze tweede treffer van Pinoquet van de middag. Bloemendaal heeft dan weinig tijd om nog iets aan die achterstand te doen. Er komt nog een kans. De bal komt nog in de doelmond van Pinoquet. Maar weer een goede redding van Heer de Brink. Hij zorgt ervoor dat Pinoquet hier met 2-1 wint. De eerste nederlaag van het seizoen voor Bloemendaal is daarmee een feit. Meteen opletten geblazen bij Kampong tegen Tilburg. Dit is Dirk de Vilder na een paar minuten spelen. En een heerlijke uithaal. De 1-0 voorsprong voor Kampong. Fantastische goal van de Vilder. Wat een manier om die tweede seizoen zelf te beginnen. Kampong is dus los. Want dit is 2 minuten na die goal van de Vilder. In de 6e minuut zijn we dan aanbeland. De voorzet op de stick van Pieters. En nummer 2. Het gaat dus hard daar op de klapperboom. Waar Kampong het moet doen zonder Robert Kemperman en Sander de Wijn. Zij allebei geblesseerd vandaag. Maar heel veel maakt dat niet uit. Want hier is alweer de 3-0. En een beetje Tilburgse hulp. Die bal hier via de voet van Tolini binnen. Daardoor die comfortabele ruststand voor Kampong 3-0. Het wordt nog erger na rust. Dit is nummer 4. Mats Gruter. Vlak na rust. Mooi. Ingetipt. Tilburg doet wat terug. Tolini. Volgens dus zo ongelukkig. Sleept hem hier binnen. De Argentijn. De eer is dus gered. Maar het leed nog niet geleden. Voor de ploeg van Sjoerd Marijnen. Daar is Kampong weer. Opnieuw Gruter die toeslaat. Met nummer 5. Fijn spitsengoaltje weer. En nummer 6 is dan al in de maak. Ook een hele fraaie. Het is Keulemans. Mooie tip in voor Kampong. De nummer 2 van de competitie. Maar Oranje Rood en KZ zijn in de achtervolging. Maar 3 punten is het verschil. En Kampong wint vandaag met 7-1. Jip Jansen sleept hem weer binnen. Een hele ruime zege dus voor Kampong. Oranje-rood doet het uit beter dan thuis. En dat is mooi voor de ploeg uit Eindhoven. Want vandaag wacht de uitwedstrijd tegen RCSC in Bilthoven dus. In de eerste 3 kwarten geen doelpunten. Maar dan 4:15 krijgt RCSC hier een strafcorner. Als die bal hier door Max Swering de cirkel in wordt gepompt. En uiteindelijk gevaar oplevert op kopcirkel. Want daar staat namelijk Swering. En die sleept die bal hier langs Pirmin Blaak. De voorsprong dus voor Stichtse. De nummer 11 tegen de nummer 3 Oranje-rood. 10 minuten voor tijd. Er gloort dus een mooi resultaat voor de ploeg van Gilles van Hesteren. Die afgelopen week bondscoach werd van Italië. Maar in die laatste minuten doet Oranje-Rood nog wat terug. De 1-1 hier. Jamie van Aert doet het voor de ploeg uit Eindhoven. Door zijn doelpunt neemt Oranje-Rood toch een punt mee uit Bilthoven. Klaas-Zwitserland, de nummer 3 van de ranglijst, ontvangt Amsterdam. Dat hier een strafcorner krijgt, de nummer 6 van de ranglijst. De push van Luc Dommershuizen, de redding van Schaper is geweldig. En ook in de rebound is het een geweldige reactie van de doelman van Klaas-Zwitserland die een tegentreffer voorkomt. Uitstekende actie van Koen de Schaper.
Aan de andere kant een klein kansje voor Klein-Zwitserland via Camille Papa. Maar goed opletten van Joren Romein voorkomt een treffer voor Klein-Zwitserland. 0-0 is de ruststand in Den Haag. Dit zijn beelden uit het vierde kwart. Dan wordt het 1-0 voor Amsterdam dankzij Trent Mitten, de Australiër van Amsterdam. Na goed voorbereidend werk van Valentin Verga. In de slotfase krijgt Klein-Zwitserland nog de kans op de gelijkmaker. Maar de push van Aki Kepler gaat naast het doel van Romein. En zo wint Amsterdam met 1-0 van Klein-Zwitserland. Hurley, de hekkensluiter in de hoofdklasse, ontvangt op eigen veld Rotterdam. Hurley krijgt hier een strafcorner, maar de redding is van Dirk Meijer, de doelman van Rotterdam. Rotterdam dat 9e staat op de ranglijst en Hurley dus 12e. Dan wordt het 1-0 voor Hurley, want het is hier de backhand van Indra Aarts in de lange hoek. Hij passeert Meijer en brengt Hurley op een 1-0 voorsprong. Een verrassing hangt in de lucht daar in Amstelveen. Goeie goal van Aarts. Even later een strafcorner voor Hurley. Het is Aarts met de push, maar de redding op de lijn is daar van doelman Meijer met behulp van de lijnstop. Hier zien we dat moment nog een keer. Het levert wederom een strafcorner op voor Hurley. Weer Aarts achter de bal en dit keer is hij wel raak met zijn push. Hij brengt Hurley op 2-0. Ongelooflijke wilde voor de ploeg van coach Reinoud Wolf. Wat ik al zei, nog geen punt gehaald dit seizoen. Dan gaat Rotterdam iets terug doen. Het is Jeroen Hertzberger met een verschrikkelijk goede uithaal uit deze strafcorner. Hij pusht de bal in het dak en het is 2-1. En Rotterdam gaat op zoek naar de gelijkmaker. En die komt er hier via international Thijs van Dam. Uitstekende actie. De kop van de cirkel pusht hij de bal in de lange hoek. Doelman van Hurley geklopt. En zo is het 2-2. Maar Hurley krijgt nog kansen op de volle winst. Hier een strafcorner wordt er goed uitgelopen door eerste uitloper Jep Hoedemakers. En dan in de slotfase krijgt Rotterdam de kans op de volle 3 punten. Want dan krijgt hij nog een strafcorner. Maar het is Jeroen Hertzberger die de bal tegen de lekkers aanpoest van Christophe Combe, de doelman van Hurley. En zo blijft het 2-2. En na 12 nederlagen op rij pakt Hurley het eerste punt van deze competitie tegen Rotterdam.